Stel je voor je komt te overlijden. Of hij stuurde mij het verhaal van van Rosmalen, zijn bokser en zijn zus was komen te overlijden. Ik weet niet of je dat verhaal kent. En zij had de dat blijkbaar niet uitgesproken. En ja, toen dacht ik van, oké, als morgen mijn laatste dag is en ik heb hem niet uitgesproken, ga ik dan eigenlijk wel als moslim dood? Ja, het is toch wel uh, belangrijk dat je als moslim komt overlijden, mocht het jouw dag zijn. En uh, het zou zonde zijn als je spijt hebt dat je niet hebt gedaan. Dat is wat ik wilde toevoegen. Alles heeft een doel en niets is doelloos ontstaan. Vanuit dit idee kwam Purpose tot leven. Door middel van dit merk brengen zij de positieve boodschap van de islam op een subtiele manier over. Zodat mensen geïnspireerd raken om een bewust en gefocust leven te leiden. Check hun op de socials hieronder. Deze podcast is gesponsord door Vloerendecor Zutphen. Zoals je kunt zien hebben ze deze ontzettend mooie laminaat voor ons gezet. Gratis adviesgesprek aan huis en 20% korting door vermelding van MVA20. Check hun op de socials hieronder. Halalmiet.nl, de online halal slager van Nederland en België. Alle producten zijn 100% halal, van premium kwaliteit en met zorg geselecteerd. Profiteer nu met de kortingscode MVA15 en krijg 15% korting op het gehele assortiment. Check ze op de socials hieronder. Assalamu alaikum. Welkom iedereen bij een nieuwe podcast van Minuut voor Allah. We hebben vandaag weer een geweldige gast bij ons. En dat is niemand anders dan Davy van Pek Zwolle. <laughs> Hoe is Davy? Assalamu alaikum als eerste. Waalaikumsalaam wa rahmatullah. Alhamdulillah broeder, dankjewel dat ik hier mag zijn. Alhamdulillah, goed om te horen. Ik wil eigenlijk gewoon direct aftrappen met de video die je me gisteren hebt gestuurd. En subhanallah een video die mij uh, oprecht gewoon goed heeft geraakt. Dus laten we even inshallah die video bekijken. Alla ilaha, Alla ilaha, illallah, illallah. Wa ashhadu, wa ashadu. Anna Muhammadan, Anna Muhammadan, Rasulullah. Allahu Toen je me deze filmpje had gestuurd, ik had er geen woorden meer voor, subhanallah. En ik zeg je oprecht, eerlijk: bro, het had me geraakt omdat ik besefte me gewoon weer dat Allah subhanahu wa ta'ala degene was die leidt. Weet je, als we kijken naar, uh, naar jouw proces, twintig jaar lang ongeveer geen moslim geweest, uiteindelijk keuze gemaakt om moslim te worden, alhamdulillah, en dan zien we weer dat Allah subhanallah is degene die jij wilt leiden. Nou ja, je hebt nu uh, de shahada uitgesproken, en ik denk dat heel veel mensen zich afvragen nu, wat was voor jou de doorslag dat je die keuze hebt gemaakt? Ja, uh, die vraag heb ik ook vaak gehad. Uh, want ik heb een tijdje eigenlijk als moslim geleefd zonder het uit te spreken. Um, ik had contact met een broeder uh, die uh, bij dezelfde koranschool zit als ik. Hij is ambassadeur daarvan. En hij vertelde me eigenlijk van, uh, wat houd je tegen? Um, en ik had er eigenlijk niet echt een antwoord op, moet ik eerlijk zeggen. Het waren meestal bah, een beetje smoesjes. En... Um, Misschien, ik weet wel wat het was. het was. Als ik het thema had uitgesproken, dan was ik officieel moslim. En dat vond ik een beetje, beetje eng nog of zo. Er was geen weg meer terug, zeg maar. Zo dacht ik het toen over. Maar ondertussen was ik aan het vasten, was ik aan het bidden. Ik, ik stond zelfs op het ververser toen al, zonder dat ik de shahada uitsprak. Dus ik hield eigenlijk mezelf voor de gek. Um, maar ooit vertelde iemand mij, ja, je bidt. Dus je spreekt eigenlijk in, in, in Qamati Salat of Aiden, spreek je ook eigenlijk de geloofsovertuiging uit. Dus ik dacht, oké, okay, ik hou me daaraan vast kan ik me achter schuilen, weet je wel. Maar hij vertelde me ook, stel je voor je komt te overlijden. Of Hij stuurde mij het verhaal van, van Rosmalen. Zijn bokser en zijn zus was komen te overlijden. Ik weet niet of je dat verhaal ja. kent. En zij had de shader blijkbaar niet uitgesproken. En uh, ja, toen dacht ik van oké, okay, als morgen mijn laatste dag is... en ik heb hem niet uitgesproken, ga ik dan eigenlijk wel als moslim uh, dood? Um, dat was voor mij alarmbel eigenlijk. Uh, en toen dacht ik gelijk, oké, okay, ik ga nu inplannen wanneer ik dat wilde doen. Um, zelfs dat inplannen was eigenlijk nog ik had eigenlijk misschien meteen moeten doen maar zoiets ja het komt best wel dichtbij en uh, voor mij was het echt wel een, een flinke stap toen heb ik uh, ramadan 2021 net daarvoor gedaan zodat ik wel echt als als volledig moslim zeg maar die ramadan uh, uh, kon betreden zodat het ook sowieso geaccepteerd zal worden inshallah en toen heb ik het net daarvoor heb ik het heb ik het gedaan zoals zoals je kan zien man Alhamdulillah. <laughs> Nogmaals, hallo aan werk, maar echt een mooie video. Daarna heb je de shadow uitgesproken. Ja. Uiteindelijk heb je ons verteld dat je het eigenlijk een tijdje geheim hield. Ja, klopt. Kan je daar wat meer over vertellen? Want ik denk dat heel veel mensen daar benieuwd naar zijn. Ja, ik heb daar denk ik wel wat moois over. Ik, um, zo, hoe lang heb ik het geheim gehouden? Ik denk tot het interview met Hussein, Anous. Dat was in augustus heb ik dat interview met hem gedaan, of september. Eigenlijk tot die tijd heb ik het uh, vrij stiekem gedaan. Toen ik bij Utrecht speelde, ja, had, ik heel, had ik eigenlijk best veel moeite, want zij kenden mij als niet-moslim, zeg maar. En de overstap van niet-moslim naar moslim, dat vond ik het moe moeilijkste. Stel je voor, ik, ik zou iemand leren kennen die ik nog nooit had, eerder, had ontmoet, dan was het wat makkelijker, want ze weten niet beter. Oké, okay, dit is hij, hij is moslim. Maar mensen die mij kenden als niet-moslim, had ik een gevoel bij dat ik echt een drempel over moest. Oké, okay, hoe ga ik dat... ...verklaren, hoe ga ik hem uitleggen waarom ik dat heb gekozen of, of wat dan ook. Dus daar, uh, ja, ik ging bij Utrecht, in Utrecht-tijden hadden we één Marokkaanse materiaalman. Dus met hem kon ik wat fijner communiceren als ik wilde bidden. Hey, heb je even een kamer? We Doe wel op slot, hè, zei ik altijd. Zodat niemand kon binnenkomen en zag van, hé, hey, is die Hollander nou aan het bidden? <laughs> dus dat was wat makkelijker. Maar toen ik naar het eerste ging, van FSU, dat was bij Jong Utrecht, toen ik naar het eerste overstapte... ...ja, toen, uh, toen was het vaak wachten tot ik thuis was, uh, ja, gebeden inhalen en zo ik hield mezelf nog steeds eigenlijk voor de gek, zeg maar. Toen maakte ik een overstap naar ODSC, een half seizoen. En daar, alhamdulillah, werd ik opgevangen door twee uh, ja, praktiserende broeders. Vanaf dag één was het gewoon uh, een match, zeg maar. Gewoon uh, op, op, op voetbalgebied. Maar ook dus uh, op, op dit uh, gedeelte. Zij, maakt, ja, zij maakten mij bewust van tussentraining doorbidden. Ik zag gewoon aan alle, hun... Um, handelingen van, er is geen manier om te ontsnappen van, luister, je gaat niet eerst naar huis, je gaat eerst binnen. dan pas ga je naar huis. <laughs> toen dacht ik bij mezelf, ja, ze hebben ook groot gelijk ook, Hello. want, want op, hun waren zeg maar zover dat de trainer op een gegeven moment rekening hield en vroeg van, uh, hoe laat is het? Moeten jullie binnen? Is het al tijd? Ja, toen dacht ik van, subhanallah, wie hou ik voor de gek, snap je? Dus dat was uh, naast het voetbalgedeelte ook op um, islamitisch gebied een, een goede stap voor mij. Ze hebben mij het doel bewuster gemaakt, um, ja, van de gebedstijden in dit geval. En ik kon hem wat bijbrengen over het feit dat ik uh, de Koran uh, bestudeerde, wat zij op dat moment niet deden. En zo konden we met elkaar sparren over dit soort zaken. En de dag van vandaag ben ik blij dat ik gewoon open en eerlijk ben met wie dan ook. Ik, ik, heb, ik heb laatst uh, speelden wij tegen Heracles uit. We, hebben, we, hebben, we zijn nu met drie of vier moslims binnen het team. En ik was met twee andere broeders. Op een gegeven moment was het gebedstijd. En uh, ik vroeg aan de materiaalman, van, of ik vroeg aan een speler van Herakles: heb je ergens een plek waar ik kan bidden? Hij vroeg het weer aan de materiaalman. Op een gegeven moment heeft die materiaalman ons drie meegenomen. Zijn we bij hem in het hok? Dat was echt letterlijk uh, twee bij twee of zo. We zaten echt tussen al die kleren te bidden met z'n drieën. Maar ja, net voor de wedstrijd. We op een gegeven moment wonnen we met 3-0. En ik vertel ook bij een goal: kijk, luister jongens, we hebben net gebeden, daarom hebben we dit succes bereikt. Dus ik, vroeger kon ik er wel mee leven als ik een gebed oversloeg of dat ik het in zou halen. Maar nu als ik, als ik, als ik niet op tijd bid of zo, ja, dan, dan, dan heb ik een beetje buikpijngevoel gevoel van ik heb, ik heb mijn afspraak of zo niet nagekomen, weet je wel. Dus dat is wel echt een proces. Ik denk dat het ook niet erg is om dat proces mee te maken. Um, je kunt niet van, vanaf van morgen naar vandaag 360 graden veranderen daarin, snap je? En als, als ik even daarop mag inhaken. Zeker. Um, je vertelt dan een story erover. Maar waarom hield het eigenlijk geheim? Wat was de reden achter? Ja. ja, dat was omdat ik dus eigenlijk een beetje bang was voor de antwoorden van mijn omgeving. Van uh, ja, helaas, de dag van vandaag, de islam is natuurlijk niet altijd even positief, uh, helaas, in het uh, nieuws vooral. En ja, die, uh, zoals ik al zei, die blonde jongen, die voegt zich daar ineens bij toe, bij de, bij de islamitische gemeenschap. <laughs> ja. uh, voor mij was het heel duidelijk uh, dat dit voor mij de waarheid is en ik voelde me daar ook wel goed bij. Maar ja, het was vooral de omgeving waar ik me druk om maakte, man. Dat ik gewoon vanaf het begin niet open en eerlijk was. Dat ik daardoor altijd achter de feiten aanliep eigenlijk, man. En je geeft net aan over, over jouw voetbalclub. Ja. Hoe deed je dat met thuis dan? Als je bijvoorbeeld moest bidden? Ja, ik had daarin uh, mazzel dat ik vanaf mijn achttiende, net begin 19 verhuisde ik naar Utrecht. En ik woonde op mezelf. Dus uh, ik ja, kon daarin mijn eigen, mijn eigen stappen wel zetten, zonder dat ik iemand hoef te vertellen hoe en wat. En als ik dan af en toe bij mijn vader thuis was, uh, met mijn zussen. Dan, uh, ja, dan moest ik de deur op slot doen boven, man. Ja. Dan was het bonk aan de deur, waarom reageer je niet? Ja, ik kon niet reageren, want ik was met mijn gebed bezig. En dan uh, was het, sorry pap, ik was bezig. Ja, hij vroeg gelukkig niet wat, want dat vond ik niet fijn om te vertellen, <laughs> natuurlijk. Ja, man. Subhanallah, dus je hebt ergens een geheim gehoord bij je familie, ja. voetbal, alles. Kan je ons nou het moment meenemen ja, dus, dat je het bekend maakte? Dus met Hoessene, ja. hoe reageerde je familie daarop, je vrienden? Wat was ja. eerst de eerste reactie? Ja, voor mij was het dus eigenlijk vanaf het moment dat hij online stond, dat ik hem ook deelde met de rest. Op een gegeven moment, toen ik dat, uh, video, die video gemaakt had met hem, toen verdween eigenlijk een bepaalde last van mijn schouders. Ik dacht, oké, okay, vanaf dit moment, heel de, heel de wereld kan het eigenlijk zien als ze het interview kijken. Het staat online, je hebt je verhaal verteld, klaar. Nu moet je ook je man kunnen staan. En vanaf dat moment ging het ook wel goed, gelukkig. Want ik kreeg gelijk zoveel goede reacties. Wat mij juist motiveerde en een beetje een signaal gaf. Oké, okay, je hebt eigenlijk wel het juiste gedaan. Er is geen man overboord, relax. Um, en vervolgens andere mensen inspireren, zeg maar. Omdat ik ook veel vragen kreeg erover. Maar ook voor mijn familie was dat eigenlijk het eerste. En ze reageerden echt fijn. En dat, dat gaf me echt een goed gevoel. Zelfs een neef van mijn vader, die ik eigenlijk. Misschien nog nooit heb gesproken, die reageerde. Tof interview van je zoon, man. Snap je? Oh, gelukkig, man. Maar kan, kan ze ook naar die moment meenemen? Dus je vader, je moeder, uh, je familie, gezin vooral. die ziet de video. Mm -hmm. Ik denk dat het eerste video is dat ze zien dat je moslim bent. Hoe reageerden ze toen? Dus ze zagen jou, EDV hey, persoonlijk. Eerste reactie vanuit hun? Uh, ja, kijk, het was wel zo dat ik uh, door de jaren heen. ik liet altijd wel. Uh, er uh, was wel eens een keer mijn op me, op mijn kamer gevonden. Of, of ik op een gegeven moment begon ik een Arabische les, weet je wel. Um, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Ik had daar nooit echt duidelijk antwoord op. Maar was wel, ik liet wel dingen doorschemeren, zeg maar. Dus het was niet een hele verrassing. Maar uh, dat was een beetje de manier waarop ik het gedaan heb. Geleidelijk, waardoor het niet echt als een bom viel. Dus het was oké, okay, man. Ze dus, waren gewoon relaxed en uh, gelukkig maar. En dan hadden we nog vragen. Wat, mis je, wat miste je toen je geen moslim was, wat je nu wel hebt als moslim zijnde? Um, ja, best wel een heleboel eigenlijk, man. Vooral um, het doelbewust leven, wat ik nu uh, zeker doe. Zowel voor dit leven als, het, als hierna, zeg maar. Dat ik me eigenlijk voorbereid, uh, zo goed mogelijk voorbereid om, om, om onze Heer te ontmoeten, zeg maar. Om de juiste antwoorden te kunnen geven op de vragen. Maar ook uh, de, de nalatenschappen die ik hier uh, achterlaat als zijn goede daden. En dat soort dingen. Ik, ik, ik hecht veel waarde aan een goed mensen zijn. Maar ook omwille van, van onze Heer, zeg maar. En um, heel veel had ik dat niet. Ik, 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 ik wil niet zeggen dat ik maar wat deed. Ik was ook wel gewoon een hmm. aardige jongen. Een uh, positief ingestelde jongen. Maar ja, eigenlijk deed de, de, ja, de je gewoon wat, wat in je opkwam. En nu heb ik meer structuur in mijn leven. Kijk, je bidt vijf keer per dag. Je leeft eigenlijk van gebed naar gebed. Daartussen doe je gewoon wat, ja, wat nodig is. En wat goed is voor, voor hier. Je hebt natuurlijk uh, je hebt iedereen een baan. Uh, Familie bezoeken, dat soort dingen. Je gaat ook gewoon door natuurlijk. Maar ik weet niet. Ik leef van gebed tot gebed, zeg maar. En uh, daarin probeer ik altijd bezig te zijn met bepaalde vormen van aanbiddingen. Is er nog iets wat ik kan doen? Ja, hiervoor was dat helemaal niet, joh. En uh, dat is denk ik het grootste verschil. Alhamdulillah. Nou ja, je hebt je Shadow uitgesproken. Dat moment, daarna, je bent Hollander, ja. heeft helemaal geen ervaring met Arabische taal. Nee, niet. En zoals we weten, van het islamitische uh, perspectief, een van de pilaren het gebed. Je ja. moet Fatia weten. Ja. Hoe is dat gegaan, dat proces? Ja. Even kijken, dat was, ik denk Ramadan 2020. Um, zei ik tegen mezelf, oké, okay, vanaf dag 1 tot en met de laatste dag, want ik vaste wel al, ga ik het gebed uh, ook, ook verrichten. En heb ik vanaf het eerste gebed tot en met het laatste gebed, dus er zijn 5 per dag keer 30, er zijn er 100, 150 ja. minimaal, um, verrichten met mijn telefoon erbij. Ik had een app op mijn telefoon en daarin stond inderdaad de basis, Feticha en twee, uh, twee uh, basissooras, zeg maar, twee kleine sooras. En uh, elk, elk gebed erbij pakken, erbij pakken, erbij pakken, erbij pakken, erbij pakken, erbij pakken. En op een gegeven moment, denk ik, dag 26 of zo, had ik mijn telefoon niet meer nodig. Toen kon ik het uit mijn hoofd. En toen kon ik hem opzij leggen. De uitspraak en zo was nog niet top en sommige dingen, misschien miste ik, een letter, of wat dan ook. Maar zo heb ik eigenlijk het gebed uh, geleerd, man. Dat was de, het begin. Ja. Dus, uh, dan is eigenlijk mijn volgende vraag naar jou toe: Spanelen, je bent een drukke jongen. In de zin van, je uh, bent de profvoetballer, Daarnaast ben je getrouwd, allemaal werk. Hoe combineer je nou, hoe combineer je nou uh, het memoriseren van de Koran, je aanbindingen, met je doejaanzaak? Eerlijk gezegd heb ik daar weinig moeite mee. <laughs> ik kan veel van je leren. <laughs> maar natuurlijk, uh, de ene week is wat, uh, gaat wat beter dan de andere week. Maar nou, juist door het uh, vaak te doen, word ik vaak ook herinnerd door mezelf dat het er, dat het er is, dat ik het moet doen. Um, ik ben gelukkig van mezelf, uh, een gedisciplineerde jongen in meerdere zaken. En ook een beetje autistisch, zeg maar. Dus als ik zeg dat ik voor het slapen iets moet lezen. Of laat ik het zo zeggen, dat ik voor het slapen ga opdrukken. Dan, doe, dan moet ik het elke dag doen. Als ik niet opdruk, dan denk ik van hey, ik heb iets niet gedaan, ik heb iets gemist ja. voordat ik ga slapen. En hetzelfde geldt dan met zulke dingen. Als ik Normaal gesproken ging ik twee keer in de week naar de les. Maar vanwege de afstand uh, Zwolle-Utrecht ga ik nu één keer. Wat voor les? De en En um, als ik een week niet ben gaan, dan krijg ik paniek, man. denk van, hey, ik van, heb, ik heb mezelf een, in de steek gelaten, mijn geloof een beetje in de steek gelaten. Dan krijg ik gewoon een storing, snap je? Dus ja, daardoor gaat het zo. eigenlijk ook wat makkelijker. En um, dat geldt ook voor het gebed, wat ik al nou aangaf. Als ik niet heb gebeden, krijg ik een beetje buikpijn of zo, man. Dus moet, dat, dat is zeg maar de basis. Zonder de fundering geen huis, snap je? Maar zonder die dingen klopt mijn dag ook niet, snap je? Dus uh, dat is voor mij gelukkig niet zo heel moeilijk, man. Ja, loonwerk. En je gaat net aan, je gaat wekelijks naar de uh, school. Ja. Wat is jouw doel nu met de koën? Ja, ik denk voor iedere uh, moslimbroeder of zuster uh, dat we de hele Koran uit mogen lezen, inshallah, man. Haft wilde worden? Waarom niet, inshallah. werk, man. Dat een mooie woord van je, man. Waalaikumsalaam. Waalaikumsalaam. Bro, natuurlijk, ik zag bij Hussein dat jij Allahummebarak heel mooi kan reciteren. Dat was eigenlijk een vraag naar jou toe. Wat is jouw favoriete surah en zou je die ook willen reciteren, inshallah? Ja, ik wil graag een stukje doen, maar mijn favoriete surah, die kan ik nog niet uit mijn hoofd, man. Maar Sora Mulk is een van mijn favorieten vanwege de bescherming uh, die, daar, uh, die daarin staat, zeg maar. Ja. Um, ik kan hem wel vloeiend uh, lezen, zeg maar. En ik luister hem regelmatig. Maar ik heb hem nog niet bestudeerd, omdat ik zeg maar vanaf Nes naar voren werk. Ja. En ik ben nu zelf bij Sora Jean. En ik zou daar wel van een stukje uh, willen lezen, man. Vanuit het boek? Vanuit het boek, man. Inshallah. So Zodat jullie weten dat ik... Uh,

فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اللهم بارك. Hallo, je werk. Hallo, mijn werk. Mooi, man. Dan is natuurlijk mijn vraag. Waarom is dit jouw favoriete surah? Um, Soora moeilijk bedoel je, toch? Die ik zeg maar niet heb gelezen, maar die ik, wat ik wel vertelde. Dit was Soora gin. Um, waarom? Ik weet niet. Toen ik begon met het Koran luisteren, dat is zo'n drie jaar geleden, samen met een vriend in de auto, toen... Um, toen had ik eigenlijk niet door wat ik allemaal opzette, weet je wel. Ik deed gewoon maar wat, omdat ik het mooi vond te klinken. <coughs> en zo moeilijk was het toevallig, degene die vaak naar voren kwam. En ik had daar ja, een bepaald gevoel bij van, wow. Dat klinkt echt prettig in de oren, weet je wel. Op een gegeven moment zag ik ook hoe die heette. En toen ging ik hem steeds vaker opzoeken. Op een gegeven moment ging ik hem zelf mee, mee reciteren in de auto. Um, op een gegeven moment ging ik hem ook zelf lezen. Dat klinkt ook wel lekker, weet je wel. En toen ging ik een beetje opzoeken wat, 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 uh, wat de betekenis is, of wat de bedoeling... Of de mening is van de Sora. En uh, ja, subhanallah. Als je deze leest voor het slapen gaan. Uh, geeft het je extra bescherming. mocht je het komen overlijden, subhanallah. En dat, uh, ja, dat, dat vond ik wel uh, bijzonder, man. Dus nu, nu nog zelf memoriseren, inshallah. <laughs> Allah, oh ja. DV. Sommige mensen, subhanallah. Ja. die de stap willen zetten naar islam toe. maar ze gebruiken. of die zeggen of die denken, sorry. Mensen denken. dat ze foutloos. Of ze perfect moeten zijn ja. om die stap te zetten. Wat zou jij willen adviseren aan deze toekomstige broeder of zuster, inshallah? inshallah? Ik zou uh, ten eerste zeggen: gooi die mening alsjeblieft van tafel, of die gedachte, want uh, ja, dat gaat hem niet worden. Um, mijn broeder gaf mij ooit een voorbeeld. Als jij een uh, taart gaat eten, dan eet je ook niet heel die taart op. Dan krijg je buikpijn, moet je misschien braken. <laughs> is die taart weg. Dus als jij kennis opdoet... of als jij um, een verandering doet in jouw leven... Ja, begin met kleine stukjes, snap je? Een taart pak je ook een klein stukje. Als je nog trek hebt, pak je nog een stukje. Misschien pak je de dag erna weer een stukje... omdat die lekker was. Uh, dit is, vond ik een goed voorbeeld... wat betreft uh, dit proces. Ik ben zelf ook niet zo begonnen... wat ik al vertelde. In het begin, uh, begin uh, bad ik niet op tijd... en dat soort dingen. Nu doe ik het, alhamdoeillah... zo vaak het mogelijk is. Uh, en dat heeft... Ook misschien meer dan een jaar geduurd, snap je wat ik bedoel? Uh, het gaat niet van de een op de andere, andere dag. Um, dus ik wil zeker meegeven van, geef jezelf de tijd, zonder gemag. Uh, wees wel bewust van die zonde, vraag om vergiffenis. Maar uh, maak fouten, is geen probleem, snap je? Wij weten allemaal dat Allah de meest vergevende is. Zolang wij ook om vergiffenis vragen. Dat is het mooie eraan. Maar uh, nee, perfect zijn we sowieso allemaal niet. Nog steeds niet, dat is niemand. Uh, we zijn ook geen engelen. Dus wij zondigen sowieso. Maar um, het mooie is denk ik dat je kunt zien van... oké, okay, hier heb ik de shahada uitgesproken. Een jaar later sta ik hier. En weer een jaar later heb ik dit allemaal gedaan. En dat is een beetje hoe ik naar mezelf kijk. Als ik nu kijk naar dat moment wat je mij in het begin liet zien... en waar ik nu ben, is een wereld van verschil. En dat is in, in, in twee jaar tijd... nog niet in twee jaar tijd uh, veranderd, zeg maar. Dus geef jezelf ook die tijd... en laat je niet gek maken door wat anderen zeggen of vinden... En, uh, Doe vooral je eigen onderzoek, dat is wat ik kan adviseren. Indulule. Dus even kort samengevat. Zet die stap gewoon en laat op je afkomen. Ja. Dat je niet gelijk, uh, wat heel veel mensen denken, is als ik de Shahada uitspreek, dan uh, moet ik alles perfect doen. Ja. Dat kan niet. Nee. Helaas niet. Nee. En dan moet gewoon op je afkomen. Wat je net zegt, het heeft jou misschien een jaar geduurd om het gebed misschien uh, ja. alles op orde te krijgen. Ja. Neem zeker de tijd in, maar daarnaast haast je ook daarin. Haast je ook daarin. En daarnaast, nogmaals, alhamdulillah. En ik zou zeggen, voor de mensen die hier ook nu aan het kijken zijn, die die stap willen zetten, die twijfelen, zet die stap. Er gaat niet veel veranderen qua karakter. Tenminste, als je een boos persoon bent, <laughs> ga je meer lachen, inshallah. Ja. Maar als we kijken naar Davy ook, ik denk dat je ook niet heel veel bent veranderd nee, ik... sinds je de Shadab hebt uitgesproken. Nee, wat mij betreft, misschien in positieve zin alleen. Ik was best wel een, uh, een aanwezig drukke jongen, best wel agressief ook af en toe. En nu ben ik wat meer rustig, heb ik meer controle en dat heeft daar wel mee te maken, man. En nog aanvullend op wat je net zegt, ook inderdaad. Um, ja, maak die stap gewoon als je twijfelt. Maar ik wil er wel bij zeggen: doe wel inderdaad goed je research. Um, overtuig jezelf ervan. Um, het is natuurlijk een hele mooie kans die je krijgt. Um, dus probeer die ook wel zo goed mogelijk te benutten. Maar uh, het is toch wel uh, belangrijk dat je als moslim komt overlijden, mocht het jouw dag zijn. En uh, het zou zonde zijn als je spijt hebt wat je het niet hebt gedaan. Dat is wat ik er wil toevoegen. Allemaal werk, echt een mooie afsluiter, man. Beste broeders en zusters, dit was het dan. Helaas kort en krachtige podcast. Inshallah zien we je volgende keer weer. Inshallah. Voor de mensen, vergeet niet te liken, abonneren en dit te delen. En daarnaast, volg Davy. Laat wie onder de comments meteen zien. En uh, nogmaals, broeder. Mabrouk Allah fik voor je komst. Fik, ik dankjewel voor alles. Dat mag accepteren. Amen. En we uh, zien we snel. Inshallah.